Hey, ik ben Dan Penty, DJ, entertainer, vlogger en beginnend producer. Leuk dat je kijkt naar deze derde aflevering van mijn vlog, waarin ik de challenge ben aangegaan, in eerste instantie met mezelf, maar nu ook met jullie, om binnen 500 dagen een track te produceren in mijn eigen studio, die we op dit moment aan het maken zijn. In deze aflevering gaan we de studio voorzien van akoestische kurkwanden. Daarover vertel ik je zo meer. Zet ik even mijn nerdbril op. Daarnaast krijg je vandaag van mij een mini-cursus loodgieteren. Hoe verwijder je een radiator en hoe hang je hem ook weer terug? Zonder lekkages. Ja, lieve mensen, ik ga deze aflevering iets doen aan de akoestische behandeling van de ruimte die mijn studio moet gaan worden. Dus ik ben weer even wat research gaan doen op het wereldwijde web. En er blijken dus twee verschillende vormen van akoestische behandeling te zijn. Namelijk 1. Geluidsisolatie. Dat is als het ware het blokkeren van geluid wat de ruimte uitgaat en inkomt. Dit is iets waar ik me niet echt mee bezig ga houden, want ik ben niet van plan om live instrumenten of dat soort dingen in de studio op te gaan nemen. Dus geluid van buiten houden is ook niet echt nodig. En daarnaast zijn de buren stokoud en stokdoof, dus die hebben hopelijk toch geen last van mijn herrie. Daarnaast heb je de tweede vorm, geluidsabsorptie. En dit gaat over het verminderen van de klankweerkaatsing van geluid in een ruimte. De meeste mensen weten het waarschijnlijk niet. Ik wist het in ieder geval niet voordat ik dit onderzoek startte. Maar als je naar muziek luistert, komt dit niet alleen rechtstreeks vanuit een speaker je oor in. Nee, geluid bestaat namelijk uit golven. En die worden weer kaatst als ze ergens tegenaan komen. Dus een deel van het geluid dat in je oor belandt, komt via de muur, plafond, vloer en alle andere objecten in een ruimte. En dit is dus niet ideaal voor muziekproductie, want daardoor klinken dingen anders dan dat ze eigenlijk bedoeld zijn. Je krijgt ook een andere timing van dezelfde geluidsgolf via de muur dan via de speakers rechtstreeks je oor in. En die kennen jullie vast wel. Dit noemen we de hollow echo, of in wetenschappelijke term resonantie. En daar gaan we dus iets aan doen. Nu kun je op het internet honderden manieren vinden om geluidsabsorptie toe te passen. Van de eierdoos tot aan duizenden euro's aan akoestische panelen uitgeven. En nu ben ik dus nogal picky over hoe dingen eruit zien. En kei allergisch voor eieren, dus de eierdoos is het niet voor mij. Rockwool wordt ook wel veel gebruikt, maar dat schijnt nogal heftige huid- en luchtwegirritaties te kunnen veroorzaken. Dus na een lange zoektocht over de beste materialen voor geluidsabsorptie, kwam ik in verschillende audiostudio's de akoestische kurkwand tegen. Interessant. Het is mooi, vind ik. Het is duurzaam, het is brandvertragend, super makkelijk toe te passen en niet een van de allerduurste opties. En ik heb mijn baan opgezegd, dus ik moet op de kleintjes letten. Kurk bestaat voor 50% uit lucht. Zoals ik al zei, de buurman is fucking doof, dus als hij muziek draait, is het hard? Ja, ik relax. Maar ik kan niet verder met deze video. Want ja, ik ga de buurman zo eens even wat vertellen over geluidsisolatie. Waar was ik? Kurk bestaat dus voor 50% uit lucht, wat een hele goede isolator is. En de grove poreuze structuur van het oppervlak van kurk zorgt ervoor dat geluidsgolven als het ware gevangen worden in die kleine vakjes, gaatjes, dingetjes allemaal, waardoor het niet weerkaatst wordt. Kleine kanttekening: kurk absorbeert dus voornamelijk hoge en middelhoge tonen. De bassen, lage tonen zijn fucking moeilijk om goed te behandelen. Dus daar ga ik in een latere aflevering waarschijnlijk nog wel iets mee doen. Voor de echte nerds, ik heb hieronder een link naar de NFC-waarde van kurk ten opzichte van andere materialen geplaatst. Daar vind je ook alle andere bronnen die ik hiervoor heb gebruikt, mocht je daar niet geïnteresseerd zijn. Dus, kurk it is. Ik bestelde akoestische kurktegels en contactlijn bij Kurk24. Deze video is overigens niet gesponsord. Helaas, voor mij. Ik wil het toch even noemen, want ze hebben me echt super goed geholpen bij de klantenservice van Kurk24. En het was overigens fucking snel geleverd, dus chapeau. Ik zou zeggen, genoeg geluld. Laten we aan de slag gaan. Ik ben hier met mijn klusteam. Mijn lief,
Jantje, junior. En mijn andere lief, Jantje, senior. Ik heb ze even erbij geroepen, want zoals jullie misschien wel weten, ik ben geen rekenmonder. En zij pretenderen dat wel te zijn. Dat vind ik wel kan. Denk jij dat ook? Zeker, als er vader bij is, fantastisch. Let's go. Wat heb je daar? Een laserliner. Een wat? Een laserliner, compact plane laser 3D apparaat. Oké, okay, vet. En gaan we laser gamen? Een zoetje. Een kleine laser met 3 graden, 360 graden laserliner en... Dat moet ik al niet uitleggen. Dit is 1617. Ben je met je hoofd aan het rekenen op dit moment? Kurktegels van 30 bij 60 centimeter. We hebben dus contactlijn. Het is de bedoeling dat je daarmee de muur insmeert en de tegels insmeert. Maar als je de spul erop zet, is dit. En je kunt het pas gaan plakken als het transparant is. Dus we gaan eens even kijken. Ja, zoals je kunt zien is dit nogal grove kurk. We hebben geen klusmuziek vandaag. Nee. Eeuw. Lekker hè? Zijn we nu in contact? Wat kut is nou dat klus hier natuurlijk. Ja, wie verzint er nou? Jongen. Pas een zaterdag maar. Ja man, smart. Waar ben je? Daar. Ja. En klaar. Vertel eens even iets over de conclusie die we net hebben gedaan. De conclusie is dat we 3 uur extra pauze krijgen. Want de droogtijd van de lijn is 3 uur. Oh. Nou, lekker dan. De lijn moet 3 uur droog. 20 minutes later. Oké, we kwamen er dus net via internet achter dat de droogtijd van de kurklijn ongeveer 3 uur is. Maar, once again, hebben wij ons laten foppen door het internet. Want, wat blijkt, 20 minuten later zijn de tegels gewoon droog. Nu komen we dus bij het snijgedeelte en meetgedeelte. Ja, daar ben ik niet zo goed in, dus senior, doe je best. En dan zou ik hem hier pakken. Ja, en dan kun je neerzetten. Ja, doe het. Kijk, hier wordt hard gewerkt. Ik moet dat mes, jongens, dat bijna met een knie, hè. 7 en een half. Ja, zo. Ja, en dan dit kan wijken. Dan is het 7 en een half. En dit is... Ik heb een gradenmeter, hè. Dat hoeft niet, want dat is gewoon 5 graden. Kijk, die was een trucje. A kwadraat is plus B kwadraat. Wiskunde. Hier snap ik echt helemaal niks van. Oh, we hebben hier een situatie. Buurman en buurman, to the rescue. Nou, ben ik toch nog van nut met mijn EHBO-diploma? Ik heb hier een buurman en buurmanpleister. We gaan hem even professioneel verbinden. We tonen je hoe je een radiator wegneemt en hoe je hem terughangt. Bellen. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld de muur achter de radiator wil schilderen. Hey, daar ben ik weer. Het is te gek. Maar we gaan de radiator verwijderen. En nu heb ik op YouTube geen één goed filmpje gezien die het uitlegt. Dus ik ga proberen een fucking goed filmpje te maken over hoe je een radiator verwijdert. Het kan ook zijn dat het helemaal misgaat. Maar dan heb je nog steeds een fucking goed filmpje, want dat is lachen. Ik ga jullie even laten zien wat je omhoog hebt. En in ieder geval een paar doeken, want ja, zo'n radiator zit vol met water. En dat moet eruit. Teltje. Emmertje. Ik weet niet hoe je dit ding noemt. Combinatietang volgens mij. Altijd handig. Dit is een kniptang. Of ja, een griptang. En mijn lievelings,
een bako en natuurlijk het ontluchtingssleuteltje. En ik ben volgens mij nog iets vergeten. Ik heb mijn arsenaal al aan inputsleutels. Ik zal even doen zoals de beauty vloggers het ook willen doen. Dit zijn ze, mijn matties. Ik heb ook eventjes, ik ben helemaal buiten adem al. Ik heb ook eventjes de ketel stekkertje eruit. Je weet nooit. Check, heb ik gedaan. De afwerkdop verwijderen. Oké. 3 is het ventiel dichtdraaien. Dat zit onder het afwerkdopje. Dus goed, dat doen we zo. Stap nummer 4 is de radiatorkraan dichtdraaien. Dicht. Check. Dan. Ontluchting open. Oh yes. Hey. Hij laat het goedje. We gaan een bak onder de radiator doen. Dit is echt, doe dit niet thuis, hè. Ga niet eerst een filmpje van een Belg kijken om het vervolgens zelf te doen. Dat is echt fucking dom. Je staat er anders. Ah, wow. Minutes later. Yes, hij is leeg. Tenminste, dat denk ik. En nu ga ik de radiator losdraaien. Ik om de beweging in te krijgen. That's power. Loop het los. Dat gaat zo makkelijk. Zit je naar het lachen, man? Ik ben met het loodje er aan het werk gezien. Choepie? En Choepie. En hij is los, mensen. Ik zeg... Hallo, buurman. We kunnen aan de gang met die tegeltjes, ja. We moeten die tegels in pappen, ja. Met... Nee, jij bedoelt je Turkse tegel. Nee, niet Turkse tegel. Let's go. 20 minutes later. Een schaft gehad. Lekker, hè? Tijd voor deel 2. Ja? Zeker. Gewoon lekker plekken. We gaan plekken. Wat nou het leuke is van die tegels, en het bizarre, is dat je ze dus, als ze geplakt zijn en opgedroogd, kunt stapelen. Zonder dat ze aan elkaar plakken. Wauw. Het zit erop. Vet. Nog één klein klusje. Daar is hij weer. Moeten we hem eerst vastschroeven. Badang. Vast is vast. De unit zit er op de muur. Lekkage. Je zit er vast, denk ik. Oké, nu moeten we de ontluchting dichtdraaien. Die is dicht. En nu gaan we de radiator opendraaien. Op hoop van zin. Oké. Dus goed, de radiator zit nu aan het vullen met water. Maar dat is koud natuurlijk, want de ketel staat nog niet aan. Stekkertje erin. En we hebben weer warm water. En
de radiator hangt op zijn plek. En hij lekt niet. Ik heb geen ruzie gemaakt. Heb jij niet erachter geplakt? Oké. Ik heb iets te vroeg gejuicht. We wilden gisteravond naar bed gaan en toen lag er in een hele grote plas water in de slaapkamer. En nou blijkt dat het hier boven op de kast heeft gelekt. En hier rechtboven zit de aansluiting van onze radiator. Oeps. Er is toch wel een kleine situatie ontstaan. Hij is gaan druppelen. Nou, de radiator zelf niet, maar de leiding waar die op zit. Dus er moet straks even een loodgieter komen. De loodgieter is dus vanochtend geweest. En gelukkig was het niet zo'n heel groot probleem. Ik had namelijk, ik ken mijn eigen krachten niet, de verbinding naar de leiding te strak aangetrokken. Waardoor die aan de andere kant van die verbinding losser was gaan zitten. En daar was hij op gaan lekken. Dus mocht je mijn loodgieterstutorial wil gaan volgen, draai nooit iets te strak aan. Dat... Oh sorry, ik was even iets aan het tasten. Ik vind het super mooi geworden. En het is functioneel. Ik merk al dat de galm voor het grootste gedeelte uit de kamer is verdwenen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat straks gaat zijn als ik hier muziek ga produceren. Het is ook best wel soepel gegaan allemaal, afgezien van de lekkage, maar die was eigenlijk ook zo opgelost. Ik wil Krabbel en Babbel graag bedanken voor hun bijdrage. Zonder jullie was het niet gelukt. Ik heb nog 472 dagen te gaan in mijn challenge. Ik heb er even een rekenmachientje bij gepakt, want hè... In de volgende aflevering ga ik het hebben over apparatuur die je nodig hebt in de muziekstudio. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, of je wil me gewoon nog een keer terugzien, klik dan eventjes hieronder op die rode subscribe button. En als je dan toch bezig bent, duik ook even op het belletje ernaast, want dan krijg je een notificatie iedere keer als ik een nieuwe video post. Hier zijn mijn social media kanalen, voor als je geen genoeg van me kunt krijgen. En ik hoop tot over 2 weken!